Vrijdagavond speelde NEC de thuiswedstrijd tegen FC Volendam. En het maakte er een ware show van. Het won met maar liefst 3-0. En na afloop spraken we met trainer Pepijn Leijnders en Greg Breinburg. Ja, Greg, Arnoud Groeneveld staat naast je. Ik denk dat je wel tevreden met hem bent, of niet? Ja, tuurlijk. We weten wat hij kan. Als hij het wekelijks brengt, dan kan hij heel hoog komen. Ja, op zich maak jij ook een prima seizoen door dit seizoen. Ben je het daarmee eens? Ja, ik heb de weg weer teruggevonden. Ik denk in de fase dat we ook verloren dat ik ook minder speelde. Maar ik ben tot mezelf gekomen, naar mezelf gekeken en kijk waar ik het team kon helpen. En veel van mezelf getraind. Investeren. We zijn er nog niet en ik ben er ook nog niet. En ik ben pas blij als we in de volgende jaar in de Eredivisie spelen. Maar jij bent wel altijd de aanjager op het middenveld. Ja, ik weet wat mijn kwaliteiten zijn. Ik wil gewoon winnen. En ik voel me supergoed op dit moment. En dat wil ik vasthouden. En, ik wil de energie ook geven aan de anderen. Door zelf goed te spelen, door zelf aan te jagen. Door een paar spelers dan meer mee te nemen. En mijn taak is ook gewoon dat, zoals Arnold, lekker gewoon zijn aanvallende kwaliteiten kan benutten. En dat ik voor hem de gaten dichtloop en hem de ballen geef. Zodat hij één op één actie kan maken. En geldt ook voor de rest, voor de voorhoede en Ferdi. Dat hij ook gewoon lekker kan spelen. En dat is prima. Ja, je kijkt nog even naar de beelden van de vrije trap van Groeneveld. Wat dacht jij op dat moment? Ik zei volgens mij snel 2-1 omdat ze niet op stonden te letten. Maar ja, dit is natuurlijk veel beter. Ja, wat vond je verder van de wedstrijd? Ik denk een uitstekende wedstrijd. Is het de beste wedstrijd onder jouw leiding? Beste fase misschien. Eerste 20 minuten, tweede helft. Terwijl ik niet helemaal waar. Alleen ja, je kunt natuurlijk nooit wedstrijden vergelijken met elkaar. Alleen, we waren goed vandaag. We scoren op de juiste momenten. We werden beter door de goals. We vonden elkaar heel makkelijk uiteindelijk en ja, dan wordt het gewoon een hele goede wedstrijd en prettige wedstrijd denk ik om naar te kijken. We creëren 11 echt goede kansen, we zitten er bovenop. Ja, heel goed, compliment aan de ploeg. We hadden continu het idee dat je moet voorkomen dat ze in een spel komen. Want als ze in spel komen, ja, dan is het vrij lastig te doen. Daarnaast hadden we wel problemen moet ik zeggen, met een lange bal tussen onze twee centrale verdedigers door. En dat heb ik gecorrigeerd in rust en daarna is het gewoon niet meer, hebben we dat gewoon goed opgelost. Iets beter rugdekking geven en dan is goed, ja. Hey Arnoud, gefeliciteerd. Schitterende overwinning. Ja, dankjewel. Ja, ik vraag natuurlijk naar die vrije trap. Ja, de bal lag stil. En ik zag de keeper te ver voor zijn goal en ik dacht niet na. En ik dacht eigenlijk van, ik probeer het maar en hij ging er mooi in. Maar zijn die je dan nog naar de scheidsrechter van mag die? Want dat zie je wel eens, dat spelers eerst even kijken naar de scheids van mag ik hem nemen? Of dacht je gewoon van nou, ik hoor het vanzelf wel? Nee, ja, dat dacht ik. Kijk, in het slechtste geval krijg je de bal terug en mag je hem opnieuw schieten. En ik zag de keeper te ver voor zijn goal. Ik denk, ik schiet hem. En ja, als het niet mag, dan krijg ik de bal terug en dan mag ik krijg ik een herkansing. Dus ja. Ja, Moraji loopt hier langs. Die zegt beste speler van de eerste divisie. Je zit er in ieder geval. Je zit bij de top. Nou ja, ik ben blij dat het goed gaat en ik hoop dit zelfs te verbeteren. Want ik ben overtuigd dat ik nog meer kan. Maar ik kan Mootje ook niet afschrijven, want Mo is zelf ook een goede voetballer. Dus ja.